Goedemorgen, internet. Het is vandaag maandag en begin van de week. Ik heb nog altijd heel weinig stem of ben nog een beetje ziek. Ik heb vanmiddag om 1:30 een mondeling examen Engels. Ik moet een sollicitatiegesprek doen. Morgen heb ik geen school, dus joepie. Woensdag heb ik 2 vakken. Ik heb Risk Management en Frans 2. Donderdag heb ik voor Frans 3 ook een mondeling examen, ook een sollicitatiegesprek. En vrijdag heb ik normaal een gastcollege, zo noem het. Dus dat is zowat mijn week. Verder staat er eigenlijk weinig of niets gepland. Voorbereiden voor de over 2 weken. Dan heb ik terug 2 mondelinge examens, die voor Frans 1 en Frans 2. En volgende week heb ik eigenlijk een rustige week, want dan ben ik maandag thuis, dinsdag thuis en donderdag thuis. Dus dat wordt chill, maar genoeg tijd om ons voor te bereiden. Dus het belooft... Excuseer. Ze beloven ook om... Of ze hebben ook beloofd dat het zal sneeuwen deze week. Dus op dit moment is het nog zonnig buiten. Dus ik ben eens benieuwd. En de Sint is ook jarig op het einde van de week. Dat is het wel, denk ik. Ja. Ah, en woensdag gaan de tickets in voorverkoop van Robbie Williams. Dus ik hoop dat de... Dat we tickets kunnen bemachtigen. Dus, let's start this week. Hey, ik ben nu terug van Gent, waar ik mijn mondeling examen, of een stukje van mijn mondeling examen Engels heb gedaan, een sollicitatiegesprek. En dat is goed verlopen. Meer nog, ik heb op het einde een compliment gehad van de lector. Over mijn voorstelling of mijn presentatie enkele weken terug over sociale media, waarin dat we voorstelden hoe dat bedrijven sociale media kunnen gebruiken of zouden moeten gebruiken om goed te zijn. En ze vond dat ze voor het einde van dit trimester nog even wat moest meegeven hoe goed dat het was en hoe hard ik er stond als een verkoper. En dat ze dat niet in mij had gezien, dus dat was wel een toffe... Toffe afronding voor het sollicitatiegesprek. Dus dat is wel super. En onverwacht. Dus een mooi compliment. Dus dat is wel fijn. En nu ben ik dus thuis. Nu heb ik morgen geen les. Dus ik kan morgen me voorbereiden op het sollicitatiegesprek van donderdag voor Frans. Frans 3. Dus dat is waarschijnlijk normaal voor de eindejaarsvakken om daar sollicitatiegesprekken in te voeren of te trainen daarvoor, dus dat is voor donderdag. Woensdag heb ik wel les, 4 uur. En dat is het eigenlijk, dus voilà, voor voorlopig. Maar ik ben blij, dus nu ga ik een koffie drinken om op te warmen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben vandaag thuis. Ik heb vandaag geen school en ik heb vanavond enkel een vergadering met het comité voor de oud-leerlingen van mijn middelbare school. Dus eigenlijk is het vandaag een rustige dag. Ik ben op dit moment een brief aan het schrijven naar Inga, want post is gewoon cool en is leuk om te doen. Ik heb ook een speciale envelop getekend, die ik nu nog niet ga laten zien. Dat is voor de volgende vlog, maar je krijgt hem zeker te zien. En dat is het eigenlijk vandaag. Vandaag ga ik ook gewoon studeren. Nog, en dat is het dan zowat. Dus geen spannende dag, maar it has to happen. Zo. Dinsdag. Ik ben nu juist terug van de winkel. Ik ben Inga haar brief gaan posten. En ik heb ook al, of ik heb ook een nieuwe trui gekocht. En ik ga jullie die nu laten zien. Zo, dit is hem. Ik ben helemaal klaar voor kerstmis nu, denk ik. Ik vond hem eigenlijk wel leuk. Dus heel blij. De post is juist gearriveerd en het is vandaag 3 december. En ik heb post. Grote post. En wat zit erin? Ik zal even wat licht aansteken, want het is blijkbaar nogal donker. Ja, beter.
Wat zit erin? De nieuwe cd van Hannelore Bedert. En gesigneerd. En als je Hannelore Bedert niet kent, zeker de moeite waard om op te zoeken. Ze is een Nederlandstalige zangeres uit België, met West-Vlaamse roots. Dus haar eerste cd heeft ook een aantal liedjes in het West-Vlaams. Dus zeker de moeite. Ze vond echt fantastische teksten ook. Dus als je ze niet kent, zoek ze zeker eens op YouTube. Er is van alles te vinden. Ze heeft ook samengewerkt of samen gezongen met Bart Peters tijdens Nekkanacht. En ze is de NECA-winnares van 2008, als ik me niet vergis. Dus zeker eens opzoeken, zeker de moeite. En ik ga nu genieten van die cd. Zo, ik ben nu juist terug van de vergadering van het oud-leerlingencomité. Ik ging met de fiets en het is ontzettend koud. Als ik buiten kwam, was het vocht aan mijn lichten al reeds aangevroren. Dus ik denk dat het ook gaat vriezen vandaag. Het is ontzettend koud. Dus ik ben nu aan het ontwarmen, aan het opwarmen en aan het onttooien, samentrekken. Dus dit was het voor vandaag en gisteren. Het zal super zijn als jullie morgen allemaal jullie vingers kruisen, want morgen om 9 uur, denk ik, gaan de tickets in voorverkoop voor Robbie Williams in Nederland. Dus daar zou ik heel graag heen willen, dus fingers crossed. Heb ik morgen om 7:15 les, dus terug een heel vroege ochtend. Trouwens, ook een grote aanrader als je het nog niet hebt. De nieuwe cd van Hannelore Bedert, Iets dat niet komt. Is een fantastische plaat. Gewoon kopen die handel. Als je Hannelore nog niet kent, zeker opzoeken op Spotify of iTunes. Is meer dan de moeite waard. En Belgisch talent verdient altijd een aanmoediging. Dus meer dan de moeite waard, echt waar. Verder ben ik uitverteld. Dit was het. Dus bedankt voor het kijken. Geef een duimpje voor de video. Vergeet niet te subscriben of te abonneren beneden. Of op het einde van de video. En dan krijg je alle nieuwe video's direct op je YouTube-pagina te zien. Dan weet je direct wanneer er een nieuwe video is. En als je tips hebt of als je iets wil zeggen... laat ze achter in de comments of in de commentaarbox. Zeker doen. En dat was het, denk ik. Dus bedankt voor het kijken. En tot snel. Dag.